Yo jongens en meisjes, Credence Sane hier, oftewel Dion. En vandaag hebben wij even iets anders, dus geen Black Ops dit keer. Je ziet hier Tekken 6, maar deze commentary ga ik niet alleen doen. Ik heb namelijk een Creed-lid van de PS3 hier bij me. Namelijk Creed Lunatic, oftewel Jeroen. Yo Jeroen, hoe gaat het ermee? Ja, alles goed. Maar ik wil wel even zeggen, ik ben wel nog steeds het enige Creed-lid op de PS3. Dus ik wil je allemaal vragen, join bij de PS3, al heb je PS3 en zit te denken van, ik wil eigenlijk wel Creed joinen. Ja, dus al ben je geïnteresseerd, maar je hebt geen Xbox, dan kan je even Creed Lunatic toevoegen op de PlayStation Network. Even kijken, hoe heet dat? Gamertag? Ja, Gamertag kun je het noemen, is gewoon Creed, lage streepje, Lunatic. Ja, en dan zullen we ook even kijken in de description of zo, zullen we een precieze spelling van de naam geven. Ja. Dus we hebben hier Tekken 6. Ik ben het linkse ventje. En Jeroen is het rechtse ventje. Of ja, vrouw nu. Hij heeft een beetje, volgens mij, random poppetjes gekozen hier. Ja. Maar dus dit is even iets anders. Geen Black Ops. Dit is dus Tekken 6. Team Battle doen we hier. 8 tegen 8. Ik heb... Mijn eerste drie zijn volgens mij nog een beetje goede poppetjes. Alleen de rest is ook een beetje random gekozen. Volgens mij zijn die van jou ook random of niet? Ja, ik zag eigenlijk heel erg op Tekken 6, dus een beetje een button bashje. Ik weet nooit waar die X en driehoekje zitten op de Xbox. Dus. Ja, en ik heb hier mijn Robot Girl. Hier ken ik wel een aantal grappige combo's mee. Maar er zijn nog wat dingen veranderd in de clan. Of ja, niet echt veranderd, maar een beetje een update. Ja, de top 5 plays die ik dus beloofd heb en de top 5 fails, die komen eraan. Al weet je nog niet hoe je het moet inzenden, ja, ik heb een video op YouTube gepost met een beetje een uitleg erover. Dus kijk een beetje op ons kanaal en zal je hem wel heus vinden. We willen dus wel met game battles ook op Call of Duty Black Ops gaan beginnen. Want ja, de laatste tijd doen we eigenlijk helemaal geen clan battles meer ofzo, dus... Ja, die komen er ook nog zeker aan. Waarschijnlijk gaan we die ook opnemen, zodat jullie een beetje info krijgen over onze tactieken en zo. Misschien kun je er ook wat van leren. Hier haal ik mijn robotarmpjes tevoorschijn. Even kijken, volgens mij wordt dit best wel een spannende wedstrijd. Ja. Dus, Jeroen, wat vind je eigenlijk van Tekken 6? Ja, ik vind de graphics wel oké. Is geen grote verbetering met Tekken 5 en 4. Hoewel de effecten en particles en zoals je nu zit, die vleugels en zo, die zijn al is wel beter. Ja. Maar ik vind het beste zijn dat er zoveel poppetjes zitten. Dus een grote, er zijn heel veel poppetjes die allemaal verschillende trucjes kunnen en special attacks en zo. Dus wel net zoals deze nou. Hier. Een dikke, weet ik veel, charge attack. Ja, waarmee hij mij in één keer dood heeft. De helft van mijn laser is weg, hoppa. Ik weet niet hoe hij het gedaan heeft. Ik ook niet. Volgens mij een beetje random buttons pushen. Maar je hebt toch ook Call of Duty. Tekken 4. Ja, op de PlayStation 2 nog. Want die doen wij soms als we bij jouw filmavond of zo hebben. Maar je hebt hier dus, volgens mij zijn het er 40 poppetjes met elk. Ik weet niet hoeveel combo's. Het is van minstens 100 elk. Dus, 500 zeker. Ja, zoiets. Dus als je echt een pro hierin wil worden en je wil alle trucs leren, ben je volgens mij nog wel een tijdje bezig. Het is overigens geen nieuwe game, hij is volgens mij al in 2008. Ja, volgens mij 2008 al uitgekomen. Maar ik heb hem gehaald voor... 20 euro bij een of andere website. Trouwens, Creed Unchained gaat hem ook halen. Dus misschien zien we nog wat gameplay van mij tegen hem of zo, misschien. Er komt ook nog een video van mij die free-for-all op... Even kijken. Ja, hier heeft hij een oud opaatje. Ja, zoals ik hem altijd noem. Wang. Ja, Wang. En ik snap. En Wang tegen Hauerang, dus ze pijlt veel goeds. Ja, ik snap niet hoe hij met dit ventje kan omen. En ik weet ook niet hoe hij een Taekwondoer kan verslaan. Een oud opaatje. Een beetje mietjes. Maar
Er komt nog een video, free for all van mij, op WMD. En dan zal ik een beetje... Ik weet niet of het Engels of Nederlands wordt, kijk maar. Ja, dan zal ik een beetje de free for all tactics uitleggen. Dus ja, al weet je niet hoe je precies free for all moet doen of heb je tips nodig. Ja, wacht dan even voor die video. Ja, we hadden ook nog een shout-out gedaan van een glitch op 5, dus de zombie map. Die zou gaan komen. Ja, hij is dus, even kijken, volgens mij een week of een paar weken geleden gepatcht. Dus ja, die video komt er niet meer aan. Het was een glitch dat je ja, niet geraakt kon worden. Hij was wel heel vet, want zo kan je dus ja, echt heel hoog komen. Maar helaas, Treyarch heeft de video waarschijnlijk gevonden. En ja, heeft die glitch dus verwijderd. Even kijken. Ja, Jeroen, jij was volgens mij laatst ook nog bezig met een website, dacht ik. Ja, er komt een nieuwere website, Creed.nk. Was een tijdje offline, een beetje vernieuwd, nieuwe graphics en zo. Dus, ik hoop dat het wel een nice uitkomt te zien. Is nou nog gesloten. Ik denk dat die 11 december of zo wel geüpload wordt en online komt. En als het een succes wordt, dan kun je misschien een .nl domein kopen. Dus dan hebben we www.creedgaming.nl of iets in die richting. Ja, oké, is goed. Dus dan, ja, stay tuned voor de nieuwe website. Ja, wanneer die uitkomt, zal ik ook wel even een nieuwe video posten dat die online is. Even kijken, we hebben nog meer. Ja, als het goed is, komt er ook nog een Call of Duty 1 montage. Ja, die ik op ga nemen. Ja, op de PC toch? Ja, mijn slome PC, maar komt wel goed. Oké, dus ja, die komt er ook nog aan. En ik kan me nog herinneren dat ik heel lang geleden een Sony Vegas of iets tutorial zou posten. Ik heb me dus niet daaraan gehouden, maar jongens, hij komt er waarschijnlijk wel. Ja, het wordt een beetje een tutorial voor, wij nemen het op en gaan het een beetje editen met Sony Vegas. Dus het wordt een beetje een tutorial van, ja, wat zijn handige tips als je ook een commentary wil maken ofzo. Met wat ja, moet je opnemen, met wat wil je stem opnemen, hoe ga je gameplay editen, dat soort dingen. Ja, dus die komt er ook aan. Dus ja, ik beloof jullie heel veel video's in deze commentary-achtig ding. Even kijken, ja, dus er komen waarschijnlijk veel video's aan. Hier heeft hij een of ander houten poppetje. Ja, dat is heel de tijd een random poppetje. Hij had net een of andere, weet ik veel, worstelaar. En hier heeft hij weer een andere. Ik heb hier een, even kijken, een soort van demon. En hij kan lasers uit zijn... volgens mij is het uit zijn hoofd of uit zijn stekels, weet ik veel. Zoals hier zie je het doen. Is best wel vet. Ja, iets over Black Ops. Wat attachments, want ja, er wordt veel, veel gediscussieerd over of je nou de beste dual max of extended max kan gebruiken. Nou, ik zou zeggen, al ben je een beetje niet zo goed met je accuracy, zou ik extended max gebruiken. Al ben je goed met je accuracy en wil je zeg maar snel reloaden. Dus als je een beetje een rush tactic hebt, dan zou ik de dual max gebruiken. Ik zou eigenlijk eerder zeggen van, al ben je een rusher, kun je beter dual max gebruiken. Want als je snel naar de enemy moet rennen en een beetje daar sprayen, moet je snel kunnen reloaden. Maar met extended max is het relaxter als je defend. Want dan kun je langer op dezelfde plek blijven staan zonder dekking hoeven te zoeken en... Ja, klopt. Dus dat is een hele goede tip. Ook iets is er van de reflex sight of de red dot sight. Ja, het, iemand zei ooit dat reflex sight recoil vermindert. Het is echter aangetoond door, ik dacht dat het Woody's Gamertag was of Wings of Redemption. Die zei van dat het dus helemaal geen recoil vermindert. Het enige verschil tussen de reflex en de red dot is, de reflex heeft... ja, grotere magnification rate, dus hij zoomt wat meer in. En ja, er zit dus een hele omhulzing bij de reflex. Sommige mensen vinden reflex fijner, sommige red rot. Ja, op zich maakt het niet zoveel uit, maar ja, sommige mensen hebben misschien wat meer voordeel aan de ene dan met de andere. Ja, het hangt meer af van je smaak, al je meer van inzoomen dan een beetje rondrennen, schieten. Ja, je hebt ook die vage, hoe heet die, even kijken, infrared scope. Ik vind het echt een heel raar ding, want het is een
thermal, dacht ik. Ja, ik zou hem niet gebruiken, want al zoom je in en je schiet, dan is die recoil ongelooflijk hoog soms met... infrared scope. Ja. Ja, dus ik vind het... Het zou denk ik een beetje op een thermal sight moeten lijken. Ik vind hem veel slechter dan thermal sight. Ik kan niet goed inschatten waar de enemy is of dat hij nou blauw is. Want het zou lichtblauw moeten zijn. Maar ja, alles wat anders is in de scope is ook blauw. Dus je kan niet goed het verschil zien tussen een non-enemy en een enemy. Kunnen ze ook beter ACOG sight gebruiken, want die zoomt ook best ver in. En dat is recoil veel minder. Ja, klopt. En wat heb je nog meer? Voor de SMG's heb je ook de Rapid Fire. En de grip. Ja, en de grip natuurlijk. Ik vind Rapid Fire vind ik op zich wel relaxed. Want je hebt wel heel snel iemand dood. Alleen van afstand is dan wel iets moeilijker om hem dood te hebben. En de grip vind ik altijd wel chill geweest zijn op de AK-74Q. Wat gebruik jij meestal? Ik vind eigenlijk de MP5 relaxter met Warlord en dan twee attachments, zijn Reflex Sight en Rapid Fire. Want dan kun je toch nog wel redelijk ver afschieten. Oh, oké. Okay. Maar jongens, hier zie je dus onze eindstand. Hij heeft dus net met één mensje, enemy, wat dan ook, gewonnen. Het is 8-7 geworden voor Lunatic. Dit was onze Tekken Duel commentary. Tot volgende keer. Tot volgende keer.